Als je kijkt met hoeveel vrijwilligers wij dit doen, sowieso voor de organisatie, maar we hebben ontzettend veel groepen uit het land hebben aangeschreven, waarvan er vele na corona zoiets hadden van nou, wij komen, hè, want het kan weer. En ja, samen met de vrijwilligers van Graven, die allemaal in een historisch peksje gekleed zijn, met de jeugd die meedoen, maar ook de verschillende gildes, zijn we daar ook met 150, ja wat zal het zijn, 150, 170 man op het veld. Nou, dat is nooit vertoond hier in Graven. Het Graafse moed, die staan al klaar. Het vuur! En het was eigenlijk op de dag omdraaien en weer terug dat hij we zou gaan verlaten. Of het tekenen van het akkoord. Het spektakel 2022 zit erop. Ja, dit is. Dit brengt mensen samen. Rondom een aantal historische feiten die zo direct met Graven te maken hebben. En ook met de vaderlandse geschiedenis, dus dat is heel bijzonder. Maar het mooiste is om te zien is dat hier de gemeenschap bij elkaar komt en zelf er een fantastisch feest van maakt. En dat is iets om te koesteren. En wij hopen samen dat 28 oktober voortaan weer een feestdag mag worden in Graven. Om dit te gaan herdenken. Iedereen heel hartelijk bedankt. En wie weet, tot de volgende keer.